Dames en heren, mag ik graag uw aandacht. We zijn wat aan de vroege kant, maar laten we eens kijken of we gaan, of we kunnen beginnen. Naast mij ter linkerzijde staat mevrouw Jacqueline de Gucht, de vice-president van de Lions Club Prinses Marianne Voorburg. En ter rechterzijde staat mijn medestrijder, de heer Jan van Heel, president van de Lions Club Voorburg. Ik ben zelf van de Lions Club Leidschendam Veur. Namens de drie Lions Clubs hier in Leidschendam Voorburg heten wij u van harte welkom. Fantastisch dat we hier vandaag bij elkaar zijn voor de laatste spreekwoordelijke loodjes. Dat zegt u waarschijnlijk niks, maar ons als organisatiecomité des te meer. Gestart in de loop van 2009 en nu, enkele maanden later, april 2012, is het resultaat uiteindelijk meetbaar en zichtbaar. Maar als we over waarde praten, dan hecht ik wel aan getallen. En daar ga ik er een aantal van noemen. Bijna 30 maanden na het ontstaan van het idee en 25 maanden na de oprichting van het projectorganisatieteam hebben een vast team van 24 Lions-leden en drie eerder genoemde Leo's, dat zijn dus de jongeren van de Lions, die hebben op vrijdag 11 mei 2011 met ruim 3400 leerlingen 13 scholen van de 25 die er in Leidschendam en Voorburg zijn, in totaal duizenden rondjes van ongeveer 300 meter gelopen voor goede doelen. Ze werden gesponsord en aangemoedigd door hun ouders, grootouders, vrienden en of buren, honderden in getal. Wij denken verder met grote dank aan de inzet van zeker tientallen leerkrachten die op 5 verschillende parcoursen gewerkt hebben. We hebben 80 leden van de drie Lions Clubs en de Leo Clubs hebben deze dag bijgestaan. Wij danken ook de ruim 40 sponsors die door hun bijdrage een prachtig resultaat mogelijk hebben gemaakt. En dan noem ik even specifiek, en de vertegenwoordiger daarvan is aanwezig, de Leidschendamse Business Club. Maar ook de gouden sponsors, ITS Computer, het Krantje en de Repo van de Kamp. Niet onvermeld is ook de firma ABC Reclame die de bus gratis beletterd heeft. De 13 scholen hadden ook hun eigen goede doel, zoals Kika, Stichting Doe en Wens, Metakids, SOS Dolfijn en Stichting Cardea en hebben in totaal 1/3 van de opbrengst daaraan besteed. En dat was ongeveer 25.000 euro. Maar wat is nu het grootste getal wat ik mag noemen? De totale opbrengst was 85.000 euro. Daardoor werd het mogelijk om een nieuwe bus voor het vervoer van ouderen en gehandicapten, dus u hier, mogelijk te maken. Een verlengde Mercedesbus die in samenwerking met de stichting RRCP, en u weet allemaal waar dat voor staat. Maar die bus die is speciaal aangepast en voorzien van een elektrische lift om veilig rolstoelvervoer mogelijk te maken. Als voorzitter van de projectgroep Kids for Wheels, want zo hebben we het project genoemd, een samenwerkingsverband nogmaals van de drie Lions Clubs in Voorburg en Leidschendam, namelijk Lions Club Prinses Marianne, Lions Club Leidschendam Veur en Lions Club Voorburg, zijn wij trots en enorm blij dat wij nu namens deze drie Lions Clubs de sleutel van de bus mogen overhandigen. De bus met de logo's van Lions International, We Serve en die van hoofdsponsor Leidschendamse Business Club, ITS, computers en het krantje. Dat staat op de bus. Op de deuren hebben we het Kids for Wheels logo. En aan de beide zijkanten is op speciaal verzoek de mededeling aangebracht. De stichting RRCP houdt mensen mobiel.
Wij wensen dat niet alleen de stichting, maar met name de ouderen en u hier, gehandicapten, al of niet rolstoelgebonden, tot in lengte van jaren met plezier deze uitbreiding van mogelijkheden om de mobiliteit te verbeteren, zullen gebruiken. En zodoende, als kreet, kunnen genieten van het leven. En graag overhandig ik nu de sleutels aan de voorzitter, de heer Boom van de RSCP. Meneer Boom. Alsjeblieft, en heel veel plezier ermee. Heel hartelijk dank. En ik zou graag symbolisch de bus aan mevrouw Bergman willen overdragen, die namens alle cliënten hier dat doet en hier op de voorste rij spreekt. Dat mag ik nu, mevrouw, en dan geef ik de. Ja, even kijken of er iets. Ja, wel even kijken. Ja, ja. 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 Ja, ja.